Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon Scarlet video. Vandaag gaan we naar deze gymleader. Oh, het is geen gymleader. Het is de leider van de Dark Cruise basis. Oké, cool. Die is redelijk in de buurt. Die is namelijk daar ergens. Maar ondertussen gaan we weer kijken of we nog wat leuke Pokémonnetjes tegenkomen. Dus gooi weer zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En als je nieuw bent op dit kanaal, vergeet niet te abonneren. Want dan heb je bijna iedere dag Nintendo video's. Die kant moeten we dus op. Dit is best wel ver naar beneden. Nou ja, ik heb een Super Coridon. Die overleeft alles, joh. Hey, hier hebben we een andere Charcadet. Die gaan we even vangen, want mijn Charcadet die had een normal type terraform. Oké, wacht even. Even wisselen. Hij is level 30, gek. Shit, hij verbrandt mij. En gewoon vangen. Oh, ja, lekker. Mochten we ooit toch een Charcadet in een team willen doen, dan pakken we deze. Team Star, ik kom eraan! Oh, hallo. Wil jij eerst battelen, Jasmine? Dit is Wattrel! Fight! Wattrel! Wins, wou ik zeggen, maar we hebben nog niet gewonnen. Nu wel. Moeten we nu tegen een Tinkatink? Wow, die is best wel leuk. Is hij nou een hamer? Tinkatink is vet. Oh, maar mijn aanval is not very effective. Oh, en zijn Rock Smash is ook not very effective. Dan gaan we nu voor Spark. Die is echt vet cool. Dat is de vraag van de dag. Moet Tinkatink in mijn team als ik die tegenkom? En laat ook gelijk weten voor wie die er dan uit zou moeten. Hij is in ieder geval niet zo heel goed tegen mijn Wattrel. Maar hij is wel leuk, alleen een beetje somber. Kijk hoe somber die kijkt. Vet zielig. Quick attack! Yes! Even wat Swabloos verslaan voor de XP. Dit was Swabloo nummer 1. En dit was Swabloo nummer 2. Wattrel ging naar level 24. Maar dat is nog steeds niet genoeg om hem te laten evolueren. En toen kwamen we de directeur weer tegen. What up, Clavel? Ah, jij bent de Drickachu. Ja, Clavel, ik ben het. En hij houdt nog steeds vol dat hij Clive heet en geen Clavel. Ik moet het vergeten. Nee, ik vergeet het niet. Anyway, Rickachu, dankzij jou zit ik nu ook in operatie Starfall. En ik vraag aan hem waarom. Omdat hij antwoorden nodig heeft. Ik wil de situatie met Team Star oplossen. En waarom doen de leden zo raar? Hoe bedoel je? Wat doen ze raar dan? Hij zegt dat de Team Star bestaat uit meer dan alleen wat stomme geruchten over studenten. Sommige mensen zeggen dat hun gepest ervoor zorgt dat mensen van school gaan. En andere mensen zeggen dat ze in hun basis zitten om een plannetje te verzinnen om de school ten val te brengen. Maar het zijn allemaal maar geruchten. Hij maakt zich vooral zorgen omdat de mensen van Team Star aan het spijbelen zijn. En 5 in het bijzonder, en dat zijn de bazen. Dus Mella bijvoorbeeld, die we al hebben verslagen en nu gaan we weer iemand anders tegenkomen. De telefoon gaat en Cassiopeia is er ook weer. En Clive gaat er gelijk vandoor. En nu ga ik liegen tegen Cassiopeia. Cassiopeia vraagt of er iemand bij me was, maar ik zeg nee, alleen ik. Zomaar liegen, hè? Je moet niet liegen, dat is niet goed voor je karma. Voor Dark Pokémon heb je Fighting en Fairy en Bug-type Pokémon nodig. Nou, daar heb ik er in ieder geval 2 van. Dus let's go. Maar het begint weer met een gevecht bij de poort. Dit is de Seguin Squad. Oké, de leider zal dus wel Seguin heten, denk ik. Ze willen met me vechten. Nou, kom maar, joh. Kom maar. Ik heb een Tauros meegenomen. Die gaat jullie kont schoppen. Ah, ze worden helemaal boos. Kom dan. Kun je wel boos doen tegen mij met je mooie ster? Je hebt wel een mooie zonnebril, jongen. Oh, Murkrow. Maar die is flying. Dan is het in ieder geval niet super effective wat ik nu ga doen. Maar ik raak hem gelukkig wel. Ah, Murkrow gaat niet in één keer neer. Ja, jouw gust is wel super effective op mij. Ja, dat is niet zo leuk, hè? Dat vind ik minder leuk, jongen. Murkrow ophouden, wegwezen. Wat heb je nog meer dan? Oeh, level 18 voor mijn gloednieuwe Pokémon. En Tauros gaat ook een leveltje omhoog. Oh, je hebt alleen maar Murkrow. Oh, oké, is goed. Nou, hoe kon ik verliezen? Nou ja, omdat je maar 1 Pokémon had. Doei, hasta la vista. Ga ik ook tegen jou vechten? Oh nee, hij gaat naar de basis. Echt? Hoefde ik alleen maar tegen 1 Pokémon te vechten om binnen te komen? Jongen. Oh, telefoon gaat weer. Hun baas heet niet Seguin, maar Giacomo. Ik ben benieuwd of we hem kunnen gaan verslaan. Daar zijn we. Oh, Clavel gaat met me mee. We moeten weer 30 Pokémon verslaan. Ja, maar ik heb goede Pokémon meegenomen, hoor. Ik heb mijn Tauros meegenomen. Die gaat jullie allemaal kapot maken. Hoppakee, dat is 1. En 2 en 3. Hier, ik heb ook nog Fairy-type. Die gaat jullie ook kapot maken. En ik heb mijn Ground-type Pokémon ook bij me. Ik hoop dat die ook wat kan doen. Ja, dit gaat lekker. Dit gaat lekker. Dit gaat top. Hey, what up, Zorua? Pie! Sneasels! Hoppakee! Ja, dit gaat lekker. We hebben er al 9. Hier nog meer Zorua's. Nice. Let's go, Klotzaier. You can do it. You can do it. Ja, dit is best wel easy. Hier hoef je eigenlijk niet zoveel aan te doen. Je moet gewoon af en toe je Pokémon eruit gooien en that's it. That's it. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit niet haalt eigenlijk. Want tussendoor kan je ook nog gewoon je Pokémon healen als je dat wil. Allemaal geen probleem. Dat kan bij deze automaatjes namelijk. Hallo, Nimbles.
Lots of lots. Oh, Stunky. Stunky Wunky. Maak Stunky Wunky even kapot. Zorua. Kom aan, Tauros. Let's go. Sableye. Vet. Blijf ook wel een leuke Pokémon altijd, Sableye. En dan zijn we er al. Yes! Ja, dit is altijd het makkelijke deel. Nu moeten we tegen de baas. Daar komt hij. Giacomo heeft ook een auto meegenomen. Ze hebben allemaal die auto's, jongen. Ze zijn wel mooi. Ja, het lijkt me alleen niet zo praktisch. Door in de wereld van Paldea lukt het wel. Maar als je hier door de stad moet rijden in Nederland, dan lijkt deze auto me niet heel handig. Hier is Giacomo, de baas van de Dark Crew. En Giacomo heeft vast ook wel een trucje. Ik ben Giacomo en ik ben DJ Vice. Leuk om je te ontmoeten, maar dit wordt jouw outro. Nice. En welke Pokémon ga je daarvoor meenemen dan, Giacomo? Wat heb jij daar? Een Pawniard. Oké, dat is helemaal prima. Ja, Mella, die had echt een goed trucje de vorige keer. Die had me echt bijna weten te verslaan gewoon. Ik ben wel benieuwd welk level die Pawniard is. Level 21. Oké, die moeten we kunnen hebben. Let's go. Double kick. Oh, zelfs met een single kick gaat die Pawniard down. Lekker. Ja, dat is natuurlijk 4 keer super effective. Oh, we moeten nu al tegen de auto. Tegen Revavroom. Oké, Revavroom. Ja, dan gaan we wel even terrestrializen hoor. Let's go. We moeten even heel snel met deze auto afrekenen. Want Mella, die had ons de vorige keer echt bijna verslagen. Ja, dat gaan we met Giacomo niet nog een keer laten gebeuren hoor, jongens. Dat is ook maar level 20. Deze is veel zwakker naar mijn idee. Hij laat een metalen geluid klinken. Mijn special defense gaat daardoor naar beneden. Maar dat doet niks met mijn attack. Let's go, double kick. Oké, dat is prima. Ik denk dat ik ongeveer 1/3 ervan afhaal met double kick. Ik moet nog wel even een betere fighting move leren hoor. Maar dat zal vast nog wel komen. Hij gaat voor Swift, want hij wil zeker zijn dat hij mij raakt. Noem je mij nou een party crasher? Hey, ik breng het feestje naar jou toe, vriend. Wat denk jij? Come on, Tauros. Lekker gedaan. En nog een trap. Nice. Oké, Tauros gaat dit wel fixen hoor. Ja, nog een keer Swiftie. Deze is veel makkelijker. Ik had deze echt veel moeilijker verwacht. Lekker man. En vrieem. Second Star Mobile is kapot. Revavroom is weg. En Giacomo is verslagen. Ja. Ja, dit was het. Dit was jouw feestje. Het is al klaar. Lekker gedaan, Tauros. Dat was het dan, zegt Giacomo. Ja, sorry maat. Maar dit is wat er 1,5 jaar geleden gebeurde. Kijk, hij zat hier lekker een beetje DJ te spelen. En zijn crew vraagt hem, is er iets gebeurd, Giacomo? En Giacomo zegt, ja, de grote baas wilde dat ik wat dingetjes ging doen. Dus we hebben plannen daarvoor gemaakt. En Mella vraagt, ja, wat voor plannen dan? Giacomo zegt, operatie Star. Maar ook een nieuwe code voor het team. Je weet dat we heel veel nieuwe leden hebben gekregen, toch? Moeten we wat regels maken. Zodat we allemaal een beetje hetzelfde denken en voor dezelfde dingen staan. En Eerie, die zegt, oh, nice. Heb jij zo'n code gemaakt dan voor ons? En Giacomo zegt, nee. Dat is veel te veel druk voor mij. Ja, ik was dan wel de president van de studentenraad. Maar opeens haatte iedereen mij. En Mella die zegt, ja, ik weet wel waardoor dat kwam. Omdat jij altijd je mening door wilde drijven. Hij had blijkbaar allemaal regels verzonnen over hoe lang het haar van mannelijke studenten moest zijn en zo. En dat soort rare dingen. En Giacomo zegt ook, ja, daarom, ik deed allemaal domme dingen. Dus ik wil dat niet gaan verzinnen. Ik blijf daar ver van weg. Maar Ortega die zegt, ja, maar jij weet wel wat het beste is voor het team. Je kijkt altijd naar ons om. Wij vertrouwen jou, zegt Eerie. Zonder jou zou Team Star gewoon niet werken. Jij bent niet meer die oude voorzitter van de studentenraad. Jij bent een nieuw persoon. En als Giacomo de regels gaat maken, dan zou Mella altijd luisteren. Oh, wat een teampie, joh. Giacomo zegt, nou, dan maak ik die stomme code wel. Hij heeft zijn best gedaan, zegt hij. Ik heb die code geschreven, maar nu zijn mijn dagen geteld als baas van Team Star. Hier, heb je mijn badge. Ja, dankjewel, maat. Is wel een sportieve gast, moet ik zeggen. Oh, en ik wil zijn koptelefoon. Wow, zijn koptelefoon is vet cool. Dat ziet eruit als een pokebal. Heel nice, die wil ik hebben. Giacomo zegt, jouw Pokémon zijn kapot sterk. Heb je dat geleerd bij de academie? En ik zeg, ja, natuurlijk, joh. En hij vraagt, heb je naar je zin bij de academie? En ik zeg, ja, het is wel leuk, man. What up, Clavel? Giacomo zegt, joh, heeft Quax wel dat haar van jou zo in vorm gekregen? Hij heeft wel humor, Giacomo. En Clavel zegt, hey, het lijkt erop dat jullie allemaal geschorst worden als jullie zo doorgaan met Team Star. Waarom stop je er niet mee en kom je terug naar school? En Giacomo zegt, nou, we wachten op een vriend, maar we weten niet of we nog terugkomen. En die vriend is de top champion, is de ster, is de sterkste trainer ooit en hij is onze big boss. Maar hij weet niet wie die big boss is, want die hebben ze nog nooit gezien. Oké. Dus dat is de vraag. Wie is de grote baas van Team Star? Daar gaan we in deze serie achterkomen. En in de volgende video gaan we naar de Cascarafa Gym. Zoals je dat wil zien. Knal duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!